Pantarij. Alles vloeit. Alles is beweging. Dat is de boodschap van Heraclitus, 2500 jaar geleden. In de lucht om me heen zitten een groot aantal moleculen die voortdurend botsen zoals biljartballen. Alles is beweging. Zelfs mijn schommelstoel wordt meegenomen door de aarde in haar wilde baan. De mensen observeren al sinds lang deze bewegingen en hebben stap voor stap geprobeerd om ze te voorspellen. Eerst de astrologen, dan de wetenschappers en in het bijzonder de wiskundigen. Trouwens, veel wiskundigen hebben horoscopen gemaakt. De beweging van de sterren voorspellen en daaruit onze toekomst afleiden, is een oude droom. Ook in de wiskundige wereld om ons heen is alles in beweging. Bekijk deze bal die rolt. Stop. Kun je raden waar hij binnen 2 seconden zal zijn? Hij rolt natuurlijk rechtdoor. Dat was een gemakkelijke voorspelling. Hier wordt het een beetje moeilijker. Stop. De bal zal duidelijk de rand van de tafel raken. Maar hoe rolt die dan verder? De wiskundige kan de toekomstige baan van de bal berekenen in functie van de tijd. Dat is al een eerste succes voor de wetenschap. We kunnen zelfs berekenen wat er gebeurt als 2 ballen botsen. Zo werd geleidelijk aan het determinisme het uitgangspunt van de wetenschap. Als ik een toestand nu ken, moet ik in principe kunnen bepalen wat de toekomst zal zijn binnen enkele ogenblikken.
zoals hier bijvoorbeeld. Wat zal de baan van de witte bal zijn? Bij biljart moet de speler de twee ballen raken met zijn speelbal. Niet slecht. En wat zal er hier gebeuren? Ook niet slecht. Als ik de krant van vandaag lees, kan ik dan in principe voorzien wat er binnen een maand in de wereld zal gebeuren? Dat is veel te ingewikkeld. Denk niet dat deze film je zal helpen om de toekomst te voorspellen. Terug naar onze biljarttafel, maar nu met 50 ballen. Stel je de perfecte tafel voor waarop de ballen rollen zonder wrijving. Als de keu de witte bal wegschiet, is de beweging ingewikkeld. Maar kunnen we deze beweging voorspellen? Natuurlijk, want de computer die deze beelden berekend heeft, is erin geslaagd. Maar er waren veel berekeningen nodig. We zien dat de ballen bewegen langs rechte lijnen en tegen elkaar botsen. Er zijn veel botsingen, maar als we onze tijd nemen of zeer snel rekenen, dan kunnen we stap voor stap, botsing na botsing, de baan voorspellen. De computer kan gemakkelijk berekenen waar de witte bal zal zijn binnen bijvoorbeeld 1 uur. Maar de berekeningen die daarvoor nodig zijn, overstijgen ruimschoots wat een mens aan kan. Voorspelling, in principe, misschien, maar in de praktijk is dat niet zo duidelijk. We verplaatsen een van de ballen een paar centimeter. Kijk, de twee tafels zijn bijna identiek. Slechts één bal werd een beetje verplaatst. Als we de witte bal wegschieten, dan begint de beweging van de ballen op dezelfde manier op de twee tafels. Maar na een tijdje, niet zo lang, worden de banen compleet verschillend. Als ik de toekomstige baan van de witte bal wil voorspellen, dan kan dat, maar dan moet ik wel in detail de positie van alle ballen op de tafel kennen. En er zijn er veel. Een kleine onzekerheid omtrent één bal neemt alle hoop weg om de toekomst te kunnen voorspellen. Hier is de klassieke definitie van het determinisme door de wiskundige Laplace in 1814. Hij zei: "We moeten de huidige toestand van het heelal beschouwen als het gevolg van de vorige toestand en als de oorzaak voor wat zal volgen. Intelligente geest die op één bepaald moment alle natuurkrachten zou kennen en de respectieve toestand van alles wat bestaat en die daarboven immens genoeg zou zijn om al deze gegevens te analyseren, die geest zou in één en dezelfde formule de bewegingen kunnen vatten van zowel de grootste objecten van het universum als de lichtste atomen. Voor die intelligente geest zou niets onzeker zijn en hem zou zowel de toekomst als het verleden duidelijk voor ogen staan." Hoe kunnen we de bewegingen van de hemellichamen begrijpen?
Bekijk deze computersimulatie van een fictief zonnestelsel. Met twee zonnen, één planeet. Het is een beetje zoals onze biljarttafel. De computer kan stap voor stap de beweging berekenen, maar kan hij ook het lot voorspellen van dit systeem? Zal de kleine planeet op een dag botsen met een zon? Als we een oneindig grote intelligentie zouden hebben, dan zouden we de toekomst kunnen voorspellen. Maar dat is niet het geval. Spijtig genoeg. Of misschien gelukkig maar. Maar wat kan de wetenschap dan doen als ze niet kan voorspellen? Wel, als ze minder ambitieus en meer bescheiden is, kan ze nog steeds een aantal erg bruikbare voorspellingen maken. We moeten dan wel onze visie op het determinisme herzien. We zullen niet proberen om de toekomstige positie te voorspellen van een bal te midden van een wolk van andere ballen, maar we zoeken naar waarschijnlijkheden. Het doel van de voorspelling is niet langer om de temperatuur te bepalen in Antwerpen op een specifieke dag 10 jaar in de toekomst, maar eerder om gemiddelde of statistieken te voorspellen, zoals het aantal cyclonen die de Atlantische Oceaan oversteken in 1 seizoen. We bekijken de zaken dus anders. Waarschijnlijkheden in plaats van zekerheden. Er zit een hele wereld tussen theorie en praktijk.